Dankzij investeringen is er meer rust en ruimte bij de universiteiten. Behoud de waarde van wetenschap. Plastics uit olie belasten het milieu op grote schaal. Uit Groningen komen fundamentele en toegepaste antwoorden voor dit vraagstuk. Biogebaseerde kunststoffen, maar ook heel veel recycling. Mechanisch recycling, chemisch recycling. Dus wij lossen in feite een probleem op dat de generaties voor ons hebben gecreëerd. Duurzame bioplastics uit appelzuur, suikers en zetmeel worden ontwikkeld in nauwe samenwerking met Hogeschool NHL Stende als onderdeel van de Universiteit van het Noorden. Katja is met haar groep wat fundamentele bezig. En de kennis die daar ontwikkeld wordt, die kunnen wij weer gebruiken in onze meer toepassingsgerichte projecten. En dat is echt een meerwaarde, die hebben we de afgelopen jaren ontdekt. Dus een synergetisch effect, wij versterken elkaar. En op die manier krijg je sneller innovaties op gang. Een oneindig recyclebaar membraan uit appelzuur, waarmee olie uit zee kan worden gefilterd, is een van de topinnovaties. De vruchtbare samenwerking heeft al meerdere prijzen en onderscheidingen opgeleverd. Ons onderzoek lost grote maatschappelijke problemen op. Daarom zijn investeringen voor zowel fundamenteel als toegepast onderzoek van levensbelang.